En goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe cursus chemische thermodynamica, waar we deze periode mee aan de slag gaan. Nou, vandaag les 1. Wat ga je leren deze periode in deze cursus en waarom heb je dat nodig als chemisch technoloog? Binnen de chemische thermodynamica, dat vakgebied doet uitspraak over de ligging van evenwichten, het verloop van processen, de energieverandering in processen. Dus je kunt met chemische thermodynamica vrij eenvoudig, of tenminste aan de hand van berekeningen, voorspellen of een reactie of een proces al dan niet verloopt aan de hand van bepaalde berekeningen en grootheden. En hier staat een voorbeeldje. Waarom roest ijzer nou wel en goud niet? Zijn allebei evenwichtsreacties, oxidatiereacties. En uit thermodynamische berekeningen volgt dat ijzer oxideert als de partiële druk van zuurstof groter is dan 10 tot de min 86ste bar. Dus dat is een hele lage partiële druk. En oxidatie van goud vindt pas plaats als de partiële druk van zuurstof groter is dan 10 tot de 20ste bar. Dus dat is juist weer een hele hoge druk. Ja, dus de thermodynamica doet een uitspraak over de ligging van evenwichten. Hè. Verloopt een reactie wel of niet naar rechts? En daar kun je aan rekenen. Nou, het oplossen van zouten in water, daar zit ook thermodynamica achter. Het ene zout lost wel op, een ander zout lost bijvoorbeeld niet op. Het heeft ook met de ligging van het evenwicht te maken. Bij het oplossen van het ene zout daalt juist de temperatuur en bij een andere stijgt de temperatuur juist. Dus dat zijn allemaal processen waarvan het verloop bepaald wordt door thermodynamica, thermodynamische gegevens. Hier nog zo'n voorbeeldje, water en ijs, dat evenwicht. IJsblokjes die smelten tot vloeibaar water als de temperatuur hoger is dan 0 graden Celsius. Dus als ik ijsblokjes heb, die smelten uiteindelijk. Maar als ik die temperatuur weer laat dalen tot onder de 0 graden Celsius, dan komt het ijs natuurlijk niet vanzelf terug als blokjes. Nou, dat is dan gewoon één bonk ijs. Ja, dus welke richting een proces uitgaat, wordt bepaald door thermodynamica. En als laatste nog het mengen en roeren. Als ik een oplossing heel heftig roer, dan stijgt de temperatuur door de roerenergie die erin komt. Maar als ik een bekerglas heb, of een reactorvat, waar de roer er stil in staat en ik laat de temperatuur van die reactor stijgen, gaat die roer dan niet automatisch draaien. Dus dat zijn even wat voorbeeldjes waar thermodynamica achter zit en waar we deze periode mee aan de slag gaan. En dit zijn de begrippen die deze periode aan bod gaan komen. Dus we gaan het hebben over de energieverandering van processen, het energieverloop, enthalpie. Hebben jullie gehad bij energiebalansen ook, maar daar gaan we nu weer mee verder, de eerste lessen. Entropie, nieuw begrip, en Gibbs-energie. Daar gaan we dus mee aan de slag. Dan gaan we nu starten en we beginnen eerst even met een aantal algemene definities en afspraken die we binnen de thermodynamica en binnen dit vak zullen hanteren. Wat voor type systemen we gaan behandelen, hoe we de verschillen bekijken voor een bepaald proces of een situatie en welke tekens we gebruiken. Allereerst, we bekijken alles vanuit het systeem. En als we het hebben over een systeem, dat is een begrensd gedeelte van een ruimte. En alles daaromheen heet de omgeving. Ja, dit hebben jullie volgens mij ook bij energiebalansen al voorbij zien komen. Dus je stelt de grenzen. Hè, wat is jouw systeem waarover je het gaat hebben, waarover je iets gaat berekenen? En alles buiten die grenzen, dat heet de omgeving. Nou, dan kennen we vier verschillende types systemen. Een gesloten systeem, open systeem, adiabatisch en geïsoleerd systeem. Dat is ook weer even herhaling van de cursus energiebalansen. Maar hier staat ook nog even opgesomd wat zijn de kenmerken van zo'n systeem. Als ik een gesloten systeem heb, dan is er geen uitwisseling van warmte of van materie. Bij een open systeem wel uitwisseling, zowel mogelijk van materie als van energie. Bij een adiabatisch systeem heb ik geen uitwisseling van warmte. Dus dan kan er bijvoorbeeld wel arbeid plaatsvinden. En bij een geïsoleerd systeem, dan heb ik helemaal geen uitwisseling van materie en energie. Dus onder energie valt zowel uitwisseling van warmte en arbeid. Dus bij een geïsoleerd systeem geen uitwisseling van materie en energie. En dan gaan we in dit vak aan de slag met toestandsvergelijkingen. Tenminste, de meeste vergelijkingen die we
gebruiken zijn toestandsvergelijkingen. En het voordeel van een toestandsvergelijking is dat je alleen de toestand op dat moment hoeft te bepalen en vergelijken met de beginsituatie. Dus je vergelijkt eigenlijk alleen de eind- en de beginsituatie. En de route daartussen, de weg die je hebt behandeld om daar te komen, die is niet van belang bij een toestandsvergelijking. En dat is het voordeel van die toestandsvergelijking. Die zijn dus onafhankelijk van de gevolgde route. Ik hoef alleen de eind- en begintoestand met elkaar te vergelijken. En voorbeelden van toestandsvergelijkingen zijn de ideale gaswet, de potentiële energie, zoals je net zag. Entalpie is ook een voorbeeld daarvan. En ook entropie, waar we later in dit vak mee aan de slag gaan. Nou, en dan het gebruik van tekens. En daarmee bedoel ik de plus- of de mintekens. En de afspraak die geldt in dit vak is: bekijk alles vanuit het systeem. Dus je kijkt vanuit het systeem of er warmte toe of afgevoerd wordt aan dat systeem. Nou, als er warmte of energie, laat ik het zo even noemen, hè, want het kan ook arbeid zijn natuurlijk. Als er energie toegevoegd wordt aan het systeem, dan is het een plusteken. Ja, dus warmte toevoer, compressie, roerenergie worden als voorbeelden genoemd. Als er energie geleverd wordt door het systeem, dus het systeem verliest energie aan zijn omgeving, dan wordt er een minteken gebruikt. Ja, dus warmteuitstraling, expansie, dat zijn voorbeelden waarbij er energie geleverd wordt door het systeem. Ja, dus als ik, even kijken, hier heb ik het systeem. En onze afspraak is dus, we bekijken alles vanuit het systeem. Als er energie aan het systeem geleverd wordt, en in dit geval is het bijvoorbeeld warmte. Hè, dus als ik Q aan het systeem toevoeg, dan is Q groter dan 0. Een positieve waarde, want er wordt iets toegevoegd aan het systeem. En we noemen dat ook wel een endotherm proces, hè, als we de warmte aan toe moeten voeren om een proces of een reactie te laten verlopen. Nou, als het systeem warmte uitwisselt met zijn omgeving, dan verliest het systeem dus warmte aan de omgeving en is Q kleiner dan 0. We spreken dan ook wel over een exotherm proces. Het systeem geeft energie af aan zijn omgeving. Nou, dat zijn enkele afspraken die belangrijk zijn om te onthouden voor dit vak. En gaan we nu door naar de eerste hoofdwet van de thermodynamica. Deze hebben jullie al gezien bij energiebalans. De eerste hoofdwet van de thermodynamica die stelt dat de totale energieverandering van een geïsoleerd systeem constant is. En oftewel, ik denk dat jullie hem zo beter kennen, energie gaat nooit verloren. Hè, energie kan wel omgezet worden van de ene vorm in de andere vorm, maar het kan niet worden gemaakt of vernietigd. Dus hè, de eerste hoofdwet kennen de meesten ook wel als energie gaat nooit verloren. En de som van de energieverandering van een systeem, hè, dus die delta U, dat is de verandering van de energie van een systeem, is gelijk aan Q plus W. En dan moet ik daar gelijk even bij zeggen dat jullie bij energiebalansen hebben jullie deze wet gehad als delta U is Q min W. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Het is maar net hoe je hem bekijkt, of je het vanuit het systeem of vanuit de omgeving bekijkt. En wij hebben nu de afspraak, we bekijken alles vanuit het systeem, dus dan geldt Q plus W. En als je dat voor jezelf gewoon maar altijd goed in je achterhoofd houdt, dan kun je zelf altijd wel die minnetjes of het plusje correct plaatsen. Delta U is Q plus W. Zo luidt de eerste hoofdwet. Daarbij is U de inwendige energie van het systeem. En dat is eigenlijk de som van alle kinetische en potentiële energieën van de componenten in het systeem. Hè. Dus de energie, de inwendige energie van de moleculen die in een systeem zitten. De inwendige energie, die U, dat is ook een toestandsvergelijking. In het Engels state function genoemd. Het boek van Brown is in het Engels. Hè. Dus vandaar ook even de Engelse benaming erachter. Nou, in de natuurkunde wordt ook wel de letter E gebruikt. Ik weet even niet, hadden jullie bij energiebalansen U of E? Ik denk wel de U. Kan ik me nu even niet meer herinneren. Maar goed, en de eenheid van de energie is joule. Nou, die delta U, die totale energieverandering van het systeem, die bestaat dus uit Q en W, de optelsom van Q en W. Nou, wat zijn Q en W? Nou, Q is de warmte toe of afvoer van het systeem. En Q is een functie N maal de integraal van Cp maal dt. Misschien kennen jullie deze wel als N maal Cp maal delta t.
Ik weet niet of jullie hem ook al met de integraal gehad hebben. Maar waarom staat hier nou een integraalteken? CP, de soortelijke warmte van een stof, hè, uitgedrukt in joule per mol Kelvin of joule per kilogram Kelvin. Dat is een functie van de temperatuur. Dus die kun je mee integreren, omdat het een functie is van de temperatuur. Dus die kun je niet altijd als een constante veronderstellen. Daar gaan we in les 2 en 3 ook mee aan de slag. Maar vandaar dat er een integraalteken staat voor die CP. En W in die eerste hoofdwet, dat is de volumearbeid die door of op het systeem wordt uitgeoefend. En de formule voor de arbeid, W is min de integraal van P maal dv. Dus je integreert hem hier over de volumeverandering. Dus eerste vraag aan jullie, waarom staat er eigenlijk een minteken voor die integraal? Probeer daar eens een paar minuutjes over na te denken. Op het volgende voorbeeldje wordt dat ook duidelijk gemaakt. Stel, ik zou geen minteken voor de integraal hebben staan. Hier staat W is min de integraal van P maal dv. Stel P is een constante waarde, mag ik die voor de integraal halen, hoef ik hem niet mee te integreren. Dus dan volgt daaruit min P maal delta V. Ik heb hier als voorbeeldje even expansie. Niels, jouw voorbeeld is dan juist een compressie. Hè? Er wordt arbeid geleefd, volume wordt kleiner. Maar hier als voorbeeldje even een expansie. 1 bar, cilinder met wrijvingsloze zuiger. Einddruk is ook 1 bar en het volume wordt vergroot van 1 kuub naar 1,5 kuub. Stel ik zou geen min in die formule voor W hebben staan, dan krijg ik W is P maal delta V. Als ik de gegevens dan netjes invul, 1 bar hè, is 1 maal 10 tot de 5e pascal. Maal de volumeverandering, 1,5 min 1, is 50 kilojoule. Dat is een positieve waarde en omdat we alles vanuit het systeem bekijken, betekent dat er 50 kilojoule aan arbeid op het systeem geleverd zou worden. Hè. Dat betekent een positieve waarde. Maar dat is niet het geval, want hij expandeert. Ja, er wordt juist arbeid geleverd aan de omgeving. Ja, dus hier staat al, ja, op de omgeving wordt 50 kilojoule arbeid uitgeoefend. Maar wij bekijken het vanuit het systeem. Dus vandaar dat minteken. Hè, min P maal delta V min 50 kilojoule aan arbeid. Dus dit systeem verliest 50, of het oefent 50 kilojoule aan arbeid uit op de omgeving. Nou, dan zijn er twee vormen van deze formule waarmee we kunnen rekenen. En de eerste is expansie tegen een constante druk. En de andere is een reversibele expansie. En ik weet niet of jullie de begrippen irreversibel en reversibel al kennen. Maar irreversibel betekent onomkeerbaar. Ja, dus het is bijvoorbeeld een aflopende reactie. Dus een onomkeerbaar proces. En reversibel is op elk moment omkeerbaar. Dus dat is een evenwichtssituatie of een evenwichtsreactie. Een evenwichtsreactie wordt ook wel een reversibele reactie genoemd. Die is omkeerbaar, dus kan ook weer de andere kant op. Nou, de eerste formule voor de arbeid, W is min de integraal van P extern maal dv. Hier staat al, stel ik heb een expansie tegen een constante buitendruk. Dan mag ik P extern dus als constant beschouwen, voor de integraal halen. En als ik hem dan integreer over de grenzen V1 en V2, dan krijg ik min P extern maal delta V. Dus hierbij bereken je de arbeid die geleverd of uitgeoefend wordt bij een constante druk. Als ik te maken heb met een reversibel proces, dan is de druk afhankelijk van het volume. Dus de druk, je kunt het zien als een oneindige kleine verandering. Hè? Dat is als je hem integreert natuurlijk. Deze formule wordt eigenlijk gebruikt om de maximale arbeid die het systeem kan leveren te beschrijven. Want je hebt in de praktijk nooit die oneindig kleine veranderingen als er een expansie plaatsvindt. Dus hiermee kun je de maximale arbeid die het systeem kan leveren beschrijven. En omdat P een functie is van het volume, je integreert hem dan mee. Dan volgt via de ideale gaswet, ik laat zo de afleiding ook zien, dat W reversibel, dus een reversibele arbeid die geleverd wordt, gelijk is aan min NRT maal LN V2 gedeeld door V1. Ik wil jullie alvast vragen om deze twee formules even voor jezelf te noteren, want die heb je straks nodig voor een oefenopgave. En ik ga daar ook eerst even een voorbeeldopgave laten zien om dit iets duidelijker te maken, die reversibele expansie.
hoop dat jullie hem hebben. En anders staat hij denk ik ook nog wel op de volgende slide waar je hem over kunt schrijven. Eerst als voorbeeldje het verschil tussen de irreversibele expansie en de reversibele expansie. Of nee, sorry, het mee integreren of niet mee integreren. Dit is een voorbeeldje uit de cursus energiebalansen. En wat jullie daar mochten veronderstellen is dat het verband tussen druk en volume een lineair verband is. En als ik dan een proces heb waarbij die zuiger gecomprimeerd wordt. Het is een isotherm proces. Hè. De temperatuur blijft gelijk, 15 graden. En de druk gaat van 1 naar 4 bar. En het volume daarbij van 10 liter naar 2,5 liter. Hè. Dus deze zuiger of cilinder die wordt gecomprimeerd. Als je mag stellen dat het verband tussen P en V een lineair verband is, dan mag je over deze drukverandering de gemiddelde druk nemen. Dus W is dan min P gemiddeld maal delta V. Ja, dan neem je het oppervlak onder deze grafiek. Dus dat is min 1 plus 4 bar maal 10 tot de 5 om hem om te zetten naar Pascal gedeeld door 2. Dat is de gemiddelde druk. Maal de volumeverandering 2,5 min 10 liter maal 10 tot de min derde om hem om te zetten naar kuub. Ja, let op de SI-eenheden. Dan vind ik... Even kijken. Ja, dat de arbeid die geleverd wordt op dit systeem 1875 joule is. En dus dat is als je de gemiddelde waarde van de druk zou nemen. Nou, in werkelijkheid is dat geen lineair verband, zoals je hier ziet. En zijn dit, als je hem integreert, eigenlijk oneindig kleine stapjes. Hè? Dat hebben jullie... bij wiskunde gehad. Nu zijn het eigenlijk nogal hele grote blokken weergegeven, maar in werkelijkheid zijn dat juist nog smallere blokjes als je dat gaat integreren, waarbij het oppervlak onder deze grafiek bepaalt. En die druk, die veranderende systeemdruk, PI noemen we die, de interne druk, die ga je integreren als functie van het volume, de volumeverandering. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Dat is dus die reversibele arbeid, W reversibel, min de integraal van PI maal dV. PI is hier de systeemdruk. Die gaat veranderen als functie van de volumeverandering. Nou, en via de ideale gaswet weten we dat PI een verband is tussen P en V, het volume en de druk. En die is PI is NRT gedeeld door V. Dus die inwendige systeemdruk is gelijk aan NRT gedeeld door V. Als ik die nou invul, die PI, in deze integraal, dan vind ik dat W reversibel gelijk is aan min de integraal van NRT gedeeld door V maal dV. Ik mag N, R en T, dat zijn drie constanten, het aantal mol, de gasconstante en de temperatuur is een constante omdat het een isotherm proces is. Isotherm betekent geen temperatuurverandering, delta T is nul. Dus die mag ik voor de integraal houden en dan hou ik over min NRT de integraal van 1 gedeeld door V maal dV. En die moet ik dan integreren over V1 en V2. Het volume in situatie 1 en volume in situatie 2. Dus ik moet 1 over V integreren. En daaruit volgt L en V. Ja. En als ik dan de grenzen invul, V2 en V1, dan vind ik dus W reversibel is min NRT maal LN V2 gedeeld door V1. Als ik dan ook nog alle getallen netjes ga invullen, dus stel we doen het voor 1 mol stof. Dat was niet gegeven, maar daar gaan we even vanuit. De gasconstante 8,314 joule per mol Kelvin. De temperatuur van dit proces is 288 Kelvin. En de volumeverandering is 2,5 liter op situatie 2 en 10 liter op situatie 1. Hier zijn gewoon liters ingevuld omdat het een verhouding is. Hè, dus ik hoef hem niet per se naar kuub om te zetten. Omdat ik hier toch de verhouding neem binnen die LN. En dan vind ik hier dat de arbeid die geleverd is 3319 joule. Ten opzichte van die 1875 joule die we net hadden uitgerekend. He, dus hier zie je dat je met dit model dus een maximale arbeid, als je een reversibel proces hebt, wat op elk moment omkeerbaar is, uit kunt rekenen. En dat die dus ook een stuk hoger is, bijna dubbele, van hetgeen wat we op de vorige slide hebben uitgerekend. Nou, ik hoop dat jullie de formules genoteerd hebben. Jullie mogen hier nu even zelf mee gaan oefenen ook. De vraag is, ik heb 2 mol van een ideaal gas die expandeert bij een temperatuur van 25 graden en de begindruk van het systeem is 8 bar.
Nou, voor drie situaties mogen jullie de verrichte arbeid van het systeem uitrekenen. De eerste situatie is als er een vacuüm is. De tweede situatie is een constante uitwendige buitendruk van 1 bar. En de derde situatie is als het proces reversibel is totdat de einddruk van het systeem 1 bar is geworden. Krijgen jullie even 20 minuten de tijd voor de uitwerking van de oefenopgave. De eerste vraag was wat de verrichte arbeid is als er een expansie plaatsvindt tegen vacuüm. Nou, de formule die je nodig hebt is deze, hè, om de arbeid te berekenen. En bij een vacuüm dan is de externe druk, de buitendruk, is ongeveer gelijk aan 0. Hè. Die is nagenoeg gelijk aan 0. Dus als we dat invullen in de formule, W is min P extern maal dV. En als we weten dat P extern gelijk is aan 0, dan hebben we de rest van de gegevens ook niet meer nodig. De volumeverandering. Want daar komt sowieso 0 joule uit dan. Dus dat was de eerste opgave. Als je dat beseft had, hè, dat die P extern 0 was, dan was die vrij snel op te lossen. Oké, okay, de volgende opgave was als de expansie plaatsvindt tegen een constante uitwendige druk van 1 bar. En als de eindtemperatuur 25 graden is. Dus dat betekent ook dat het een isotherm proces is, want de begintemperatuur was ook 25 graden Celsius. En er wordt al aangegeven, de expansie vindt plaats tegen een constante externe buiten of uitwendige druk. Dus dat betekent dat die P extern, die is constant. En daaruit kun je al opmaken dat die voor de integraal gehaald mag worden. Die hoeft niet mee geïntegreerd te worden. Dus de formule W is min de integraal van P extern maal dV. Die wordt dan, als ik P extern voor de integraal mag zetten, en ik integreer hem dan over de grenzen V2 en V1, krijg ik dus min P extern maal delta V. Dus om de arbeid te berekenen heb ik de externe druk nodig en de volumeverandering. Nou, de druk was gegeven, die is 1 bar, dus 1 maal 10 tot de 5e pascal. En dan hebben we alleen nog de volumeverandering nodig. En er was gegeven dat het om 2 mol van een ideaal gas gaat. Dus dan weten we dat we de volumes voor situatie 1 en 2 uit kunnen rekenen met de ideale gaswet. Want V1, het volume op situatie 1, is nRT1 gedeeld door P1. En het aantal mol was 2 mol gegeven in de opgave. De gasconstante is 8,314. Temperatuur op situatie 1 is 298 Kelvin. En op punt 1 was de druk 8 bar. Dat was de begindruk van het systeem. Dus dat is 800.000 pascal. En dan vind ik een volume van 0,006194 kuub. Hetzelfde voor volume 2, V2, is nRT2 gedeeld door P2. Gegevens invullen, 2 mol maal 8,314 maal 298, hè, want de eindtemperatuur is ook 25 graden Celsius. En de einddruk is 1 bar, dus 10 tot de 5e pascal. Dan vind ik dat volume op punt 2 gelijk is aan 0,0495 kubieke meter. Als ik dat allemaal netjes invul, W is min 10 tot de 5e P extern maal mijn delta V, V2 min V1, die ik heb uitgerekend met de ideale gaswet. Dan vind ik dat de verrichte arbeid van dit systeem, hè, bij deze expansie, dus 4335,7 joule is. En het is een min, want het systeem verricht arbeid aan de omgeving. Dus het, dat is bij expansie. Het systeem verliest die energie. Dat was vraag B. Dan vraag C. Daarbij was de vraag als de expansie reversibel wordt uitgevoerd en ook isotherm, totdat de einddruk van het systeem 1 bar is geworden. En in de opgave staat het al als een reversibele expansie, dus dan weet je al dat je de formule van W reversibel nodig hebt. Min Pi maal dV. Nou, eerst even de integrale uitwerken, zodat we de uitgewerkte formule hebben waarmee we aan de slag moeten. Pi moet ik nu mee integreren, omdat het een reversibel proces is. Volgens de ideale gaswet is de systeemdruk gelijk aan nRT gedeeld door V. Dus die vul ik hierin voor Pi. Ik mag nRT voor de integraal halen, want dat zijn constanten. Het is een isotherm proces, hè, geen temperatuurverandering. Dus dan moet ik 1 gedeeld door V
integreren over de grenzen V1 en V2. En dan vind ik dus dat W reversibel gelijk is aan min nRT maal ln V2 gedeeld door V1. Waarmee ik dus die arbeid uit kan rekenen. Ik heb dus weer de volumes nodig, V2 en V1. Die kun je ook weer uitrekenen met de ideale gaswet. Hadden we al gedaan bij vraag B. Zijn precies dezelfde getallen, want de temperatuur was zowel bij vraag B als vraag C gelijk aan 25 graden Celsius. En het is nog steeds 2 mol van het ideale gas. Dus die volumes die hoefde je niet per se nog een keer uit te rekenen. Kon je gewoon van vraag B pakken. Nou, als ik dat allemaal netjes ga invullen, W reversibel min nRT, dus 2 mol maal 8,314 maal 298 Kelvin maal ln van de V2 gedeeld door V1. Dan vind ik dat de arbeid die door het systeem geleverd wordt min 10.303,7 joule is. Dit was het antwoord op vraag C. Nou, dit is wat we tot nu toe hebben gezien. En dus even een samenvatting tot nu toe. De eerste hoofdwet hebben we gezien. Energie gaat nooit verloren. En de energieverandering van een systeem is gelijk aan Q plus W. De warmte plus de arbeid geleverd door of op het systeem. Daarbij is de arbeid W gelijk aan min de integraal van P maal dV. En de warmte Q is gelijk aan N maal de integraal van CP dT. Of Q is M maal de integraal van CP dT. Ik heb hem hier even allebei neergezet. De CP-waarde, soortelijke warmte, die kan uitgedrukt worden in joule per mol Kelvin. Ja, dan vermenigvuldig je met het aantal mol. Maar soms hebben we ook een CP-waarde die geleverd wordt in joule per kilogram Kelvin. En dan vermenigvuldig je met de massa natuurlijk. Dus zelf even goed checken in welke eenheid de CP-waarde is gegeven of waarin je hem wilt hebben. En afhankelijk daarvan vermenigvuldig je hem met de massa van iedere stof of met het aantal mol van iedere stof. Nou, die warmte Q die is goed meetbaar in een systeem hè, als we de energieverandering van een systeem willen bepalen. Maar de arbeid W die is slecht meetbaar in processen. En daarmee is die toestandsfunctie delta U eigenlijk lastig te bepalen. En we willen wel graag een toestandsfunctie, want het voordeel van een toestandsfunctie is juist dat je alleen de eind- en de beginsituatie met elkaar hoeft te vergelijken. Hè. Wat daartussen gebeurt, dat is niet van belang. En om dat probleem te ondervangen is er een nieuwe toestandsfunctie gedefinieerd en dat is de enthalpie. En het symbool voor de enthalpie is de hoofdletter H. En de enthalpie H die is gelijk aan U plus P maal V. Dus de inwendige energie van het systeem plus P maal V. Nou, als we dan de enthalpieverandering van een proces of van een systeem willen weten, dus delta H, hè, de verandering tussen situatie 2 en 1. Enthalpie is ook een toestandsfunctie, dus ook onafhankelijk van de afgelegde route. We hoeven alleen eind- en beginsituatie met elkaar te vergelijken. Maar als ik dus die delta wil weten, dus het verschil, de enthalpieverandering van een proces, dan wordt die vergelijking delta U, de verandering van de inwendige energie, plus delta P maal V. Nou hebben wij over het algemeen te maken met processen die plaatsvinden bij een constante druk. Hè? Dus geen drukverandering. Als we te maken hebben met chemische reacties bijvoorbeeld of met opwarmprocessen. Dus delta P mogen we gelijkstellen aan 0. Nou, als ik dan deze formule verder ga uitwerken. Delta H is delta U plus delta PV. Als ik die haakjes hier even uitwerk, krijg ik delta U plus V maal delta P plus P maal delta V. Als mijn druk constant is, delta P is 0, dan valt deze term weg. Even kijken, kan ik zo. Die valt weg. Dus dan hou ik over delta H is delta U plus P maal delta V. Ik weet dat delta U, hebben we net gezien, gelijk is aan Q plus W. Ja, dat is deze die hier zo staat. Dus ik vervang delta U door Q plus W. Dat hebben we net gezien. Dus dan wordt de enthalpieverandering gelijk aan Q plus W plus P maal delta V. Ik weet dat W, de arbeid, bij een constante drukproces gelijk is aan min P maal delta V. Ja, dus ik verander die W die hier staat in min P maal delta V. En wat je nu al ziet, delta H is Q min P maal delta V plus P maal delta V. Deze, oh sorry,
is niet zo heel netjes. Dit valt tegen elkaar weg. Min P maal delta V plus P maal delta V. En dan hou ik over dat delta H, de entalpieverandering van een proces, gelijk is aan Q, de warmte. Dus de entalpieverandering van een proces bij een constante druk is gelijk aan de warmteuitwisseling van het systeem. Delta H is QP, dat subscript P hier staat voor constante druk. En we hebben ook bij CP net die soortelijke warmte. Dat is dus de soortelijke warmte van die stof bij een constante druk. We kennen ook CV-waarden. Ik weet niet of jullie die al wel eens hebben gezien. Worden ook in dit vak niet behandeld hoor. Maar dat zou zijn als je te maken hebt met een constant volumeproces. Weet jullie nog hoe je dat noemt trouwens? Bij faseleren heb ik dat voorbij laten komen. Constante druk is isobaar en constant volume. Weten jullie daar de term nog voor? Ja, isogoor, inderdaad. Helemaal goed. En dan gebruik je dus CV-waarde. Dan staat subscript V voor constant volume. Maar goed, gaan we verder niet behandelen in dit vak. Slechts ter info. Die QP, daarvan weten we, hebben we net ook gezien, dat die gelijk is aan N maal CP maal DT. Dus dat betekent dat de entalpieverandering van een proces bij constante druk gelijk is aan N maal de integraal van CP DT. De entalpie is ook een toestandsvergelijking. Ja, dus dat is een voordeel. Je hoeft alleen eind- en beginsituatie met elkaar te vergelijken. Stel, ik heb een reactor en er gaan stoffen in en er vindt een reactie plaats en er gaan weer stoffen uit. Ik hoef alleen uit en in met elkaar te vergelijken. En wat daartussen allemaal nog aan extra dingen gebeuren, dat maakt niet uit. En nou kennen we drie situaties. Delta H kan natuurlijk kleiner zijn dan 0 voor een proces. Delta H kan groter zijn dan 0. En delta H is gelijk aan 0. Nou, als delta H kleiner is dan 0, dan verloopt het proces exotherm. Dan is de entalpieverandering negatief. En hebben we te maken met een exotherm proces. Er wordt warmte uitgewisseld aan de omgeving. Er komt warmte vrij. Bij een positieve delta H groter dan 0 heb ik dus te maken met een endotherm proces. Er moet energie in het systeem gestopt worden om het proces te laten verlopen. En bij delta H is 0, dan weet ik niet of het proces verloopt of dat het op evenwicht is. Dan hebben we meer gegevens nodig. Dat komt later in dit vak. We zullen later zien dat we de entalpie met nog twee andere grootheden gaan combineren. Om dan een uitspraak te doen over of het proces al dan niet verloopt. Nou, wat wel een feit is, is dat een systeem altijd streeft naar een zo laag mogelijk energieniveau. Hè? Dat is eigenlijk alles in ons universum. Water stroomt naar beneden en stroomt niet opwaarts. Hè? Het streeft naar een zo laag mogelijk energieniveau. Bij een verbrandingsreactie komt veel energie vrij. Dat soort voorbeelden. Dus een systeem wil graag een delta H kleiner dan 0. Dan verloopt het proces. Nou, als we dan te maken hebben met chemische reacties, hè, wat wij over het algemeen hebben in ons werkgebied, kijken we natuurlijk naar de entalpieverandering van componenten. Hè, van chemische stoffen, zeker als ik te maken heb met een chemische reactie, of ook als ik te maken heb met opwarmen of afkoelen van een zuivere stof, dan willen we de entalpieverandering van die stof dus weten. En een belangrijke grootheid daarbij is, of tenminste een belangrijk onderdeel van, is de vormingsenthalpie. Deze hebben jullie volgens mij ook, ja, deze hebben jullie voorbij zien komen bij energiebalansen. Maar vandaag even als herhaling, alle kennis weer even opfrissen. De vormingsenthalpie, dat is de entalpieverandering bij de vorming van 1 mol van een verbinding uit zijn meest stabiele elementen. En onder standaard omstandigheden. Komt dadelijk ook nog in beeld te staan. Nou, voorbeelden van elementen zijn bijvoorbeeld koolstof, waterstof, zuurstof, natrium. Daaraan kun je denken. Dus als er uit de meest stabiele elementen een stof gevormd wordt, dus bijvoorbeeld CO2 uit koolstof en zuurstof, dan spreken we over de vormingsenthalpie van CO2. Als er 1 mol van die verbinding gevormd wordt. Nou, de notatie voor de vormingsenthalpie is delta FH298 en dan subscript 0. Die subscript F die staat voor formation, dus de enthalpie of formation. De H is voor de enthalpie natuurlijk. 298 is de temperatuur. En de vormingsenthalpie is altijd bij standaard omstandigheden, dus 298 Kelvin en 1 bar. Dat nulletje wat hier ook staat, dat geeft dus aan dat het om standaard omstandigheden gaat. Hier staan die ook nog eens aangegeven.
aftelpunt is dus 1 bar, 298 Kelvin. Voor elementen is het aftelpunt voor de vormingsenthalpie 0. Dus ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar daar gaan we vandaag ook nog mee oefenen. In die tabellen, als je zuurstof bekijkt of koolstof, waterstof, dan is de enthalpie daarvan gelijk aan 0. En ook is gesteld dat voor ionen, het waterstofion, dat die enthalpie, die vormingsenthalpie, gelijkgesteld is aan 0. Ionen zullen wij verder niet behandelen in dit vak. Let op, de eenheid van de vormingsenthalpie is joule per mol of kilojoule per mol. In de meeste tabellen zul je hem als kilojoule per mol zien. En mocht je deze theorie nog even terug willen zoeken van de cursus energiebalansen, dan staat hier de link. Nou, die vormingsenthalpie die kun je opzoeken in tabellen, hè, als we daarmee gaan rekenen. Voor heel veel stoffen is die experimenteel bepaald bij 298 Kelvin en 1 bar. In het boek van Brown in Appendix C kunnen jullie heel veel stoffen de vormingsenthalpie vinden. En als je het boek niet zo snel bij de hand hebt, maar wel je laptop, dan staat ook op Blackboard, op de Blackboard-course van deze cursus, onder documenten en dan in het mapje tentamenvoorbereiding staan de bijlagen. Dat zijn de bijlagen die bij het tentamen uitgereikt worden. En daar zitten ook alle tabellen met de vormingsenthalpie in. Dus dan kun je daar de vormingsenthalpie opzoeken als je daarmee aan de slag moet gaan. Even een hele korte oefening. Welke reactie hoort nou bij de vormingsenthalpie van de volgende verbinding? Even een paar minuten de tijd om dat voor jezelf uit te schrijven. Dat is even om een beeld te krijgen van, wat zijn nou de elementen waaruit de verbindingen die hier staan, Na2O, C3H8, uit welke elementen die gevormd worden. Schrijf even de reactievergelijking voor jezelf op voor de volgende voorbeelden. Ik zal de reactie laten zien. Dit is verder niet zo heel spannend, maar dat is om even aan te geven wat de reacties zijn die hierbij horen bij de vorming van 1 mol van een stof uit zijn zuivere, de meest stabiele elementen. Voor het eerste voorbeeld Na2O is dat dan 2 natrium plus een half zuurstof levert Na2O. En Na2O, daarvan bepaal je dan dus, of wordt de vormingsenthalpie bepaald, dus de enthalpieverandering bij de vorming van 1 mol van deze stof uit zijn meest zuivere elementen. En voor deze elementen geldt dus dat de vormingsenthalpie gelijk is aan 0. Nou, voor de volgende stof, C3H8, is dat dan 3 koolstof plus 4 waterstof is geeft C3H8. De volgende, C plus 2 keer waterstof plus een half zuurstof, geeft CH3OH. Dus dit zijn de drie elementen waaruit 1 mol CH3OH wordt gevormd. Voor HCl geldt dat een half H2 is plus een half Cl2 levert 1 mol HCl op. Dus dit zijn weer de twee elementen waar het om gaat. H2 plus een half O2 levert H2O. En hetzelfde is voor gas. Natuurlijk H2 plus een half O2. Ja, dus dit zijn dan de reacties die erbij horen. Hier zie je dus alle elementen staan waaruit deze verbindingen gevormd worden. En deze verbindingen die hebben dus allemaal wel een vormingsenthalpie als je die opzoekt in de tabellen. En voor de elementen is het aftelpunt, die is dus op 0 kilojoule per mol gesteld. Nou, met die vormingsenthalpie kunnen we de enthalpieverandering van een reactie bepalen. En dat is natuurlijk iets waar we vaak mee te maken hebben in chemische processen. Er vindt een reactie plaats. De energie verandert van het systeem als gevolg van het vormen of verdwijnen van stoffen. En die reactieenthalpie die geeft dus aan wat de enthalpieverandering is als deze reactie plaatsvindt. De notatie voor de reactieenthalpie is delta RHT0. In reacties mag je toch niet herhalen. Dat klopt, Luc. En dat gaan we in dit vak juist volledig even aan de kant zetten. Je zult zien dat ik dat af en toe wel doe. En waarom dat hier ook gedaan is, omdat er steeds 1 mol van die verbinding gevormd moet worden. Dus wil je hier rechts op 1 mol uitkomen, ja, dan moet je links wel met halve werken. En ik weet dat jullie dat heel streng aangeleerd wordt, dat je niet met halve mag werken, halve molen. Maar in dit vak gooien we dat even aan de kant en zul je dat wel terug zien komen. En dat heeft ook wel mee te maken omdat je het vaak per 1 mol van een stof wil weten die gevormd gaat worden, of 1 mol stof die bijvoorbeeld verbrand gaat worden. We gaan het vaak per mol bekijken. Dus zodoende.
De reactie-enthalpie. De notatie voor de reactie-enthalpie is dus delta RHT0. Die R staat hier voor reaction. Brown gebruikt daarvoor een iets andere notatie. De T staat hier voor de temperatuur waarbij die reactie plaatsvindt. We gaan nu nog even kijken naar 298 Kelvin, maar in de volgende lessen ook naar reacties die bij hogere temperaturen plaatsvinden. En het nulletje staat weer voor de standaard omstandigheden. Hoe bepaal ik nou de reactie-enthalpie van een reactie? Die delta RH, die bepaal ik door de som te nemen van de vormingsenthalpie van mijn producten. Vermenigvuldigd met de stoichiometrische verhouding, of het aantal mol wat er in het systeem aanwezig is, min de som van de vormingsenthalpie van mijn reactanten. Dus ik noem dit in het vak ook wel eens de producten min reactantenregel. Deze moet je echt kunnen dromen, want die komt nog heel vaak terug, vrijwel iedere les. En de eenheid van de reactieenthalpie is dan in joule of kilojoule. Let daar even goed op. Je vermenigvuldigt hem met het aantal mol, de vormingsenthalpie, van iedere stof. En de vormingsenthalpie is in kilojoule per mol of in joule per mol. Dus door te vermenigvuldigen met het aantal mol van die stof, krijg je als eenheid voor de reactieenthalpie joule of kilojoule. Let daar goed op bij je uitwerking. Nou, om die te kunnen bepalen heb je de vormingsenthalpie nodig, hè? Want het is de som van de vormingsenthalpie van de producten min de som van de vormingsenthalpie van de reactanten van iedere stof in het systeem. Die kun je dus uit tabellen halen uit de literatuur, wat ik net al zei, hè? Appendix C van Brown of de bijlagen op Blackboard. Tegenwoordig zijn er gelukkig van heel veel stoffen de vormingsenthalpieën bekend. Dus van vrijwel iedere stof kun je een vormingsenthalpie opzoeken. Als hij niet bekend is, dan kun je hem ook bepalen met behulp van de wet van Hess. Daar gaan we in les 2 mee aan de slag. En daar hebben jullie al heel kort kennis mee gemaakt in cursus energiebalansen. De volgende les gaan we daarmee verder. En je kunt de reactie-enthalpie ook nog benaderen door gebruik te maken van bindingsenergieën als de vormingsenthalpieën niet bekend zijn. Daar gaan we ook volgende periode mee aan de slag. En in periode 2.3 ga je ook zien hoe je die enthalpieën in Espen kunt opzoeken. Nou, even een korte oefenopgave voor jullie om dit weer op te halen. Bereken nou eens de reactie-enthalpie van de volgende reactie op basis van gegeven vormingsenthalpieën. Krijgen jullie een minuut of 3/4 de tijd voor. Het is een kleine oefenopgave dit om weer even in te komen. Nou, deze was misschien een beetje flauw om mee te oefenen, want het is de vorming van 1 mol CO2 uit zijn meest stabiele elementen. Dus aan de linkerkant van de vergelijking, de reactanten, daarvan is de vormingsenthalpie 0. Maar goed, we gaan hem voor de volledigheid wel even invullen, want dan zie je ook hoe dat eruit ziet. Als ik de reactieenthalpie wil bepalen voor deze reactie, heb ik de volgende formule nodig. Delta RH is gelijk aan de som van de vormingsenthalpie van mijn producten min de som van de vormingsenthalpie van mijn reactanten. Vermenigvuldigd met het aantal mol van iedere verbinding. Dus dat betekent dat ik de vormingsenthalpie van CO2 nodig heb. Dat zijn mijn producten, de rechterkant van de vergelijking, min de som van de vormingsenthalpieën van mijn reactanten, koolstof en zuurstof. Nou, als ik die ga opzoeken in de tabel van Brown, even kijken, het aantal mol van CO2 wat ik heb van het product is 1 mol CO2 maal de vormingsenthalpie van CO2 is min 393,5 kilojoule per mol, min de vormingsenthalpie van koolstof. Ik heb 1 mol koolstof volgens de reactie maal 0, want het is een element, dus de vormingsenthalpie van koolstof is 0, plus 1 keer 0 voor zuurstof, want ook dat is weer een element. Dan vind ik dat de reactieenthalpie voor deze reactie gelijk is aan min 393,5 kilojoule. De eenheid is hier wel kilojoule, omdat ik hem netjes met het aantal mol vermenigvuldigd heb. Dus in plaats van de reactieenthalpie kunnen we dit ook wel de vormingsenthalpie noemen, hè? Want dit is de reactie waarbij 1 mol van een verbinding gevormd wordt uit zijn twee zuivere elementen. Ja, dan ga ik bij deze het huiswerk opgeven naar aanleiding, of die hoort bij deze les. De stof uit het boek die hoort bij de theorie die vandaag behandeld is, is paragraaf 14.1 tot en met 14.4 uit het boek van Brown. Hier staan de huiswerkopgaven van Brown. Het zijn er een hele hoop. Volgens mij is de volgende les is maandag alweer. Dus mocht je dat nog niet af hebben, dan kun je daar de rest van de week gewoon aan gaan werken.
Opgave 1 en 2 uit de PowerPoint. Dus ik geef altijd wat opgaven op uit Brown en in de PowerPoint zelf ook nog. En mocht je je voorkennis er weer even willen ophalen, de theorie die vandaag behandeld is, is ook behandeld in de cursus Energiebalansen les 1. De YouTube les tot met minuut 48 is dan interessant. En in Energiebalansen les 4 wordt de theorie over vormingsentropie behandeld. Nou, ik laat de stream nog even openstaan. Mochten er nog vragen binnenkomen, of als je gewoon even aan deze huiswerkopgave alvast wil werken, dan kan ik daar ook vragen over beantwoorden. En ik wens jullie natuurlijk alvast een fijn weekend en ik zie jullie maandag weer.